Jongens, een hele goede morgen. We staan hier weer bij het Wal in het hoofdkwartier. En hier ergens in het water zwemt meneer KB. Niet verdrinken, meneer KB. Kom omhoog. Jongens, welkom bij een nieuwe video. Ik heb grootse plannen voor vandaag. Leuke plannen. En laten we gelijk maar mee beginnen. Ten eerste, leuk dat jullie er zijn. We hebben een kleine vrolijke mededeling. We hebben de 300.000 abonnees behaald. Jongens, het is niet te geloven. 300.000 abonnees. Daar ben jij gewoon deel van. Jij bent één. Ben je nou nog niet deel hiervan? Ik zou zeggen, wees deel van dit. Het is leuk. Oké, maar de planning van vandaag. Ik dacht, ik kan wel weer beginnen met een timelapse waarin ik hier allemaal dingen binnen ga bouwen en zo. En weet ik voor wat allemaal. Maar toen bedacht ik me, weet je, je kan ook nog wat anders doen wat nog niet gedaan is. Namelijk, er is helemaal naast, zeg maar, deze kant op zwemmen niet echt een manier om hier te komen. En ook niet echt een manier om hier op te komen en zo. Toen dacht ik, ik kan een trappetje maken. Dat je het hé, daar heb je meneer KB weer. Oh, we gaan er weer vandoor. Doei, meneer KB. Doei. Ik dacht, ik kan wel van alles gaan doen hier weer en zo, weet je. Met een trap en weet ik wat allemaal. Maar toen dacht ik, weet je wat, we gaan nog groter denken. Dus wat ik waarschijnlijk wil gaan doen is een grote brug die kant op maken. Hij gaat niet te mega groot worden, maar gewoon een lange, dunne, slanke brug die kant op. Misschien dat ik nog wat andere bruggen maak hier en daar. Ik weet eerlijk gezegd niet wat ik ga bouwen. Ik heb gewoon zin om een grote timelapse te bouwen. Wat het gaat zijn, gaan jullie achterkomen in ongeveer 5 seconden. 5, 4, 3, 2... 1. Tijd voor de timelapse! Boo! Daar zijn we weer. Na een mega prachtige timelapse. En we hebben een hele leuke brug gebouwd. Ik ben er zelf echt oprecht heel tevreden mee. Toen ik begon wist ik niet zo goed wat ik wilde doen. Ik dacht, we gaan gewoon een brug maken. Misschien met een klein randje erop en zo. Maar uiteindelijk heb ik best wel een grote brug gemaakt. Al zeg ik het zelf. En hij past zo goed bij de stijl van het gebouw. De render distance is net te ver om het in één keer in te laden. Zo groot als het daadwerkelijk op het moment is. Maar aan het einde kom je gewoon hier leuk bij het gebouw uit. Nee, ik ben heel tevreden. Je hebt nu eindelijk, als je hier buiten bent, of als je hier binnen bent en je komt buiten lopen, heb je gewoon een leuk pleintje daadwerkelijk voor het gebouw. Het is niet meer gewoon een simpel grasveldje. En mensen kunnen nu gewoon eindelijk een keer met een brug aankomen. Dan hoeven ze niet meer te zwemmen of met de boot te komen en weet ik wat allemaal. En als je afvraagt wat al deze troep hier omheen... Nou, troep, het is geen troep, jongens. Als je afvraagt wat al deze mooie bouwwerken hier omheen zijn... Dit zijn allemaal bouwwerken van... Kijk, dit is wel troep bijvoorbeeld. Maar daar zie ik een leuke boot. Laten we even kijken wat het allemaal is trouwens. Het is allemaal gemaakt door kijkers, maar er zullen vast wel cadeautjes staan. Pak maar Walnut. Abonneer en like. Zet belletje aan bij Walnut. Geen dislike. Voor Walnut van Gameroy. Kijk dit nou, jongens. Dit zijn gewoon allemaal goede cadeautjes. IJzer, See and Die. Kijk, dit is hoe ik af en toe aan mijn spulletjes kom. Hulp van mij. Oké, dit is serieus allemaal wel goede toe je dit. Goede pickaxe. Heilige pickaxe voor jou ook echt. Wacht even. Walnut, ik help graag met de oorlog tegen stink schoon. Tegen stink schoon. Maar nu weer stink goos. Nou, dankjewel voor de spelletjes. Dikke shout-out naar jou, gamer Roy8411. Dan zie ik dat hier ook een boot is. Kunnen we daar opklimmen? Ik zie hier ladders, inderdaad. Wat betekent dit bootje hier? Wat heeft dit allemaal te betekenen? Voor Walnut, PS, geen zand, maar gravel. Wat is gravel? Oh my days, jongens. Dit is een hele goeie. Dit is echt helemaal top. Hier ben ik heel blij mee. Glas, vervloekte ho, twee keer. En alles... In alles bereid van Antoboy. Jongens, ik moet af en toe echt vaker naar mijn cadeautjes kijken. Mensen zijn in de omgeving van mijn basis. Kijk, je ziet het niet door de render distance. Maar mensen zijn in de omgeving, zijn ze gewoon echt lijpe dingen aan het doen.
En wat heeft dit te betekenen? Oh jee, mijn alles is in caps lock. En als alles in caps lock is, betekent het maar één ding. Beste Walnut, oftewel Lijke Walnut, oftewel Max, oftewel Walnut. Ik heb zand voor je verzameld. Dit kan ik ook als andere materialen verzamelen. Hopelijk ben ik dan waardig voor je oorlog tegen Team X. Ik snap niet wat hier allemaal staat. Vriendelijke groetjes, Antoboy12, Discordnaam, Antoni. Dankjewel, Antoni, voor het behoorlijk goede cadeautje. Hier gaan we dit graphic ook laten even liggen hier. Maar ik ga dit zeker wel in de toekomst gebruiken. De boekjes stop ik terug, samen... Nou, trouwens, die boekjes neem ik wel mee. Dit zijn hele goede dingen, jongens, dit. Kijk, en er zullen vast nog wel veel meer cadeautjes hier en daar zijn. Kijk, hier weer nog meer cadeautjes, hier... Nog meer... Oh. Dit is een teleurstellend cadeautje. Ik zie mensen laten hele goede cadeautjes achter. Dus hier moet ik binnen... Als ik gewoon spullen nodig heb, kan ik altijd naar de rand van mijn basis toe gaan. En dan ja, gewoon zoveel gratis spullen claimen. Dat is echt bizar. Maar goed, we gaan binnenkort wel even wat meer cadeautjes claimen. Laten we nu via de brug teruglopen naar mijn basis. Kijk hoe leuk dat nou is. Ik kan gewoon via de brug teruglopen. Op deze manier hoef ik echt gewoon nooit meer zand en gravel te hakken. En weet ik wat allemaal. Mensen doen het er gewoon voor. Oké, dan gaan we even naar mijn chestroom toe om dit allemaal op te ruimen. Oh, kijk jongens, vanaf hier zie je het ook. De boot van Rick. Ik heb hem nog steeds. Hij is nog steeds niet teruggestolen. Dankjewel, Rick, voor je boot. Het is nu mijn boot. Hebben we weer lekker veel zand. Hebben we weer lekker veel gravel. En overigens andere spulletjes. Oh ja, ik heb trouwens van meneer KB tijdens het bouwen van de brug, jongens, kwam hij in één keer voorbij lopen. Onze chefkok plus. En die heeft mij een KB's feesttaartje gegeven. Nom 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 nom. Lekker! Dankjewel voor het feesttaartje, meneer KB. Oké, en dan nu het volgende puntje op de agenda, jongens. In de vorige aflevering zijn wij erachter gekomen dat het vakantiepark, oftewel de wapendealer Justin, zijn park heeft gesloten omdat hij, ja, betrapt is op het feit dat hij aan beide partijen zit te werken en eigenlijk een soort van profiteert van deze oorlog. En daardoor is zijn vakantiepark gesloten door privéredenen. Nou, dan kun je zeggen, weet je, Max, laat het rusten. Het komt allemaal wel goed. Nee! We gaan het niet laten rusten. Het komt niet allemaal goed. Wat we gaan doen, jongens, is we gaan Justin forceren zich te melden bij het hoofdkwartier. En hoe gaan we dat doen? Door een soort leger hier neer te zetten. Ik wil een tankie bouwen. Ik wil een helikopter in de lucht laten vliegen. En misschien een soort van legervoertuig hier nog op de brug. En dan doen we er een boekje bij. Justin, als jij je niet binnen zoveel uur meldt bij het Walnut hoofdkwartier... zal je vakantiepark worden gesloopt door mijn leger. Hoe leuk is dat? Alleen ja, dan moeten we even kijken hoe we dat gaan bouwen en zo. Want ik, eerlijk gezegd jongens, een tank en een helikopter en een voertuig bouwen, dat is nou niet mijn expertise. Dus ik zou er heel even een beetje research naar moeten doen. Minecraft dingen op moeten zoeken en zo. Dus geef me een half uurtje, verzamel ik alle blokken, zoek ik wat leuke plaatjes op, doe ik wat referenties zoeken. En dan ben ik dan terug met een paar leuke ideeën. Oké, we zijn ongeveer een half uurtje verder, jongens. Ik heb een hele leuke tank online gevonden. Ik ga eerlijk zijn, ik ga het gewoon niet zelf in mijn eentje kunnen bouwen. Ik heb geen verstand van tanks, weet je? Dus ik heb een plaatje gevonden. Ik ga proberen niet de tutorial te volgen, zodat ik wel nog een beetje mijn eigen, hoe noem je dat, wending eraan kan geven. Ik heb wel in ieder geval alle blokken verzameld die ik denk nodig te hebben, behalve hier het zand dat ik allemaal net... Oh, natuurlijk, wat doe ik? Ik ben echt zo stom, jongens. Ik ben zo stom. Wacht even. Dit is niet de bedoeling. Ik heb sandstone nodig. En mijn domme kop dacht, oh, voor sandstone. Dat moet ik natuurlijk zand in de oven stoppen. Want dan krijg je sandstone. Ik heb natuurlijk sandstone. Moet je helemaal niet op deze manier maken. Op deze manier maak je glas. Nou, weet je, dan hebben we weer heel veel glas. Was niet helemaal de bedoeling. Ik moet sandstone maken. Daar komt het op neer. En mijn domme kop dacht even dat je sandstone maakt door het in de oven te stoppen. Maar sandstone maak je natuurlijk gewoon door dit te doen. Dus zoals dit. En dat moet je in de oven stoppen. En dan krijg je smooth sandstone. Ah, dat was het inderdaad, jongens. Hier laten we dat dan ook eventjes doen. Nu gewoon. Gaan we even dit overige omsmelten tot smooth sandstone. Een hele domme fout. Mijn schuld. Kan gebeuren. Nou, laten we even wachten tot het allemaal is gesmolten. Dan gaan we door naar Justin. En dan gaan we beginnen met een hele mooie tank. A few moments later. Oké, ik denk dat we alles hebben, jongens. Laten we dan... Oh, mijn god, ik heb een stoomkutter gemaakt, maar Justin heeft het natuurlijk. Nou, dan heb je twee stoomkutters, Justin. Blij mee? Ik hoop dat dit niet Justin's farmpje is. Dat moeten we even voor een gedeelte weghalen om ruimte te maken voor de tank. Ik stop de spulletjes wel gewoon in je kisten, Justin. Hier. Niet gesorteerd, maar dan... Het zit in deze kist. Heb jij toevallig ook dirt hier? Want ik heb even ruimte... Ja, kijk, dit heb ik nodig. Ik moet even ruimte maken voor de tank. Het is een behoorlijk ding, jongens. Dan halen we dit ook even weg. Weet je, deze farm, Justin, moet je gewoon naar je park verplaatsen. Dan is dit gelijk misschien een wake-up call voor jezelf. Weet je, ik moet die farm toch een keer naar binnen verplaatsen. Hier, ik leg al je spullen hier, dan raak je niks kwijt. Oké, dit zou al genoeg ruimte moeten zijn voor de tank. Laten we beginnen met de wielen. Of eigenlijk de rupsbanden, die komen zoals dit. Gaan we de stoomkutter gebruiken om even wat blokjes bij elkaar te rapen die ik nodig heb. Ik ga zoveel mogelijk proberen om een beetje mijn eigen design eraan toe te voegen, jongens. Maar dat is denk ik heel moeilijk met iets waar ik gewoon zo geen verstand van heb om hoe het er echt uit zou zien, weet je. Dus ik ga echt maar gewoon een beetje wat doen.
En dan gewoon heel erg van het plaatje meekijken dat ik hier op mijn rechterscherm heb staan. Ik bouw nooit wat na van het internet. Maar als ik het wel doe, probeer ik wel eerlijk te zijn, jongens. Komen deze blokken erbovenop. De tank gaat een beetje zandkleurig worden. Nou, een beetje. Hij gaat compleet zandkleurig worden. Ik hoop dat Justin ervan schrikt, weet je? Dat wel als deze tank af is, dat hij dan denkt... Jongens, jemig, ik moet inderdaad even naar het hoofdkwartier. Ik moet mezelf even verklaren. Want ik wil niet dat mijn vakantiepark wordt opgeblazen. Gaan we de butters op plaatsen. Zoals dit. Dat zijn echt de... Nu zie je echt dat het rupsbanden zijn. Anders ik hoop dat jullie dat een beetje kunnen zien. Dat jullie het snappen. Oké, voor jullie duidelijkheid. Dit is de voorkant van de tank waar we nu zijn. Daar bevinden we ons nu. Hier zo. Het begint al een beetje te zien dat het een tank wordt. Ik ga ook een beetje een spoor erachteraan maken. En gewoon de omgeving een beetje verpesten. Alsof het echt... De tank is hier echt aankomen rijden, weet je. Echt klaar om te vernietigen. Net zoals jou, Rick. Ik weet dat jij hier niks mee te maken hebt. Maar ik kijk nu jou recht in de ogen aan, Rick. Jou gaan we ook vernietigen. Maar een plaatje nabouwen is ook echt een stuk minder leuk dan dat zelf iets verzinnen is, jongens. Alles wat ik in Minecraft bouw, probeer ik altijd zelf te verzinnen. En dat vind ik echt het leuke aan bouwen. Maar ik merk gelijk als ik van een plaatje nabouw zo zit, dan is het ook gewoon een stuk minder leuk. Dat het gewoon niet je eigen creatie is. Maar ja. Wat wil je dan met de tank? Ja, nu begin je toch wel aardig te zien dat dit de tank is, jongens. Die hele... Oh, wacht. Die is net iets te lang, denk ik. Ik denk dat dit beter is. Nou, trouwens. Nou, dit is wel beter. Je begint nu echt goed te zien dat er gewoon een tankie staat. En dan voegen we wat leuke details eraan toe. Ik heb niet voor niks al deze blokken meegenomen die ik op het plaatje zag. Antennes er natuurlijk op. Die weet ik voor een of ander iets zorgen, want dat heeft een tank blijkbaar. Als ik glas normaal kan plaatsen, dankjewel. Oké, dan denk ik dat we hem zo goed als hebben. Dan moet ik dit hierachter ook nog heel even dichtbouwen. Doe gewoon zoals dit. Van de achterkant van het plaatje niet zien, dus we moeten een beetje improviseren. Wat extra buttons hier en daar. Oké, volgens mij kan je er zelfs ook gewoon in zitten nu. Wacht, kijk. Als je nu gewoon zo... Je kan er ook echt in. Hij is bestuurbaar. Justin, ik ga je van hem hier afvallen. Oh, dat is serieus wel echt heel cool dat hij gewoon bestuurbaar is. Dan moeten we dit even netjes afsluiten, vind ik ook. Hier zoals dit. Ik moet eigenlijk ook even een laddertje hebben nu. Hier, als we nou zo doen en dan hier een ladder op plaatsen. Heb ik genoeg hout daarvoor? Ik heb geen hout genoeg. Jawel, ik heb wel hout bij me. Tuurlijk heb ik hout bij me. Kijk, bouwen we hier een ladder omhoog zo. Dan kan je er ook echt in. Oh jee, we hebben een... Oh god, we zijn betrapt. Ja, ren maar weg. Goed zo, ren maar weg. Dan hebben we hier extra kanonnen. Een soort van extra schietschijven die erop zitten, weet je. Daar kan ook nog kogeltjes uit komen uit die dingen. En dan denk ik dat hij wel klaar is. Alleen dan moet hij toch nog eentje langer waarschijnlijk de loop. Ja, kijk, dit is goed, jongens. Ik ben tevreden. Ik ben helemaal tevreden met hoe de tank eruit ziet. Heb je hier ergens gravel, Justin? Misschien een klein beetje toevallig. Trouwens, deze kan wel goed van pas komen. Een klein beetje gravel maar, Justin. Het hoeft niet heel veel te zijn, anders moet ik weer helemaal langs huis. Justin! Ja, hier heb je gravel. Je krijgt het water van me terug. Hier kunnen we coarse dirt maken. Dan gaan we eventjes het spoor waar hij vandaan komt erachter gaan we maken. Kijk. Oh, hij heeft nog een getuige erbij gebracht. We zijn betrapt helaas. Kijk, gaan we een spoor maken van dit ding, weet je? Zo. Beetje aansluitend hier aan, zo. Hoppakee. Hij komt gewoon hier vandaan, weet je? Helemaal prima. Zo, hoppakee. Er is er een spoor gemaakt waar de tank vandaan komt. En hier nog even dit zo. Hier nog even deze. Even netjes daaronder een beetje verpesten. Zo, hoppakee. Maak plaats voor de tank. Oké, dan heb ik ook nog even wat extra andere blokken bij elkaar gehaald, jongens. Ze zijn er maar bij gaan zitten, de twee kijkers. Twee Steve zijn het zelfs. Ik wil namelijk ook een beetje afzetten hier. Dat het zeg maar echt daadwerkelijk is afgesloten, weet je, de boel. Gewoon, het is echt nu militair terrein dit. Het is echt een crime scene aan het worden, weet je. Hier af en toe een trapdoortje erop om het echt gewoon een beetje... massief te laten lijken. Alsof hier de mensen met de wapens achter kunnen gaan schuilen of zo, weet je. Deze kisten worden ook een beetje in beslag genomen. Dit is nu allemaal bewijsmateriaal, dit. Allemaal bewijsmateriaal. Hoppakee. Ingesloten zoals dit. Mooi. Hier ook nog een klein barrièretje. Zo. En hier ook een kleine. Ik vind het echt leuk, dit. Alsof we echt aan het aanvallen zijn. Wacht, ik ga nog één leuk detail... Wacht, we gaan even nog langs huis, jongens. Ik ga één leuk detail halen voor de tank. Namelijk kampvuurtjes. En dan denk je, waarom kampvuurtjes? Kijk, de kampvuurtjes kunnen we namelijk... Waar is mijn blok heen? Waarom verdwijnt mijn blokje? Waar is hij? Ah, daar heb je hem al. Kijk, als we hier namelijk gewoon even een gat maken, zo ongeveer hier... En daar het kampvuurtje plaatsen. En dan dit helemaal dichtbouwen weer. Een trapdoortje zoals dit erop doen. Als het goed is gaat daar gewoon de rook doorheen. Ja, kijk. Nu is het net alsof hij daadwerkelijk aanstaat, jongens. Er komt nu ook echt rook uit de... Ja, dit is leuk. Dit is gewoon van de motor. De motor geeft nu rook af van... Hij is echt aan het stormen, die tank. Oké, dan is het denk ik nu tijd om een helikopter te bouwen. Er moet namelijk wel echt een helikopter bij zitten. Dat gaat nog moeilijker worden. Dat gaat echt even klooien worden. Dus dat doen we even met een mini timelapse.
daar zijn we weer na een mini timelapse waarin wij een helikopter gebouwd hebben. Een auto, eigenlijk een soort van, hoe noem je dat? Legerauto. Het is een groene auto met een paar, letterlijk een hele kleine simpele groene legerauto met een heel leuk nummerbord. Justin Sucks. Ziet er goed uit en hebben we hier wat rommeltjes op de grond geplaatst. De tank was natuurlijk al af. We hebben hier nog een soort legervoertuigje geplaatst met ook een leuk nummerbord. Max is cool. Kijken of Justin het door gaat hebben. We hebben inmiddels ook nieuwe mensen die aan het kijken zijn. We hebben Flint hier. Ik weet niet waar de andere twee zijn. Like Wandert, wat bent u van plan? Is heel geheim, Flint. Dat betekent niet doorvertellen, anders kom ik je opzoeken. Dan wil ik nog één dingetje doen. Nee, nog twee dingetjes doen om het avontuurtje hier af te sluiten. Dat is namelijk hier even wat boomiel van maken. Zo. Dan planten we dit even een beetje terug. Gewoon op een willekeurige manier. Waardoor het lijkt alsof de tank zeg maar echt door de velden heen is gaan bonjouren, weet je? Dan match je het gewoon. Kijk, dan heb ik niet alle velden compleet verpest. Dan is het... De tank is er gewoon doorheen gaan bonjouren. Dat is het, weet je? Kijk, dit ziet er goed uit. Zie je nu? Nu match de tank gewoon even wat beter. Hè? Door het maisveld heen. Of maisveld door weet ik van wat. Dit gooi je allemaal weg. Dit ook. Oké, dan is er nu nog maar één ding dat we moeten doen. Want we willen natuurlijk dat we hier Justin echt door laten schrikken. We moeten even een boekje pakken. Een boek en quill. Met een barrel. Dus Justin, heb jij een barrel toevallig? Vast wel, hè? Ik mag hopen dat jij wel één barrel hebt. Een sign heb je in ieder geval. Nou, die wil ik niet. Gewoon een normale lichte sign. Deze, ja. Dan maken we wel zelf even een barrel. Dat is geen probleem. Zo, we hebben er zelfs twee gemaakt. Dan zetten we die alvast op de goede locatie. Dat is namelijk hier. Zet hem zo neer. Nou, ik wil hem rechtop hebben. Zo. Sign erop. Waarschuwing. Waarschuwing. Zo, het is een waarschuwing, Justin. Pas maar op, jongeman. Alleen ja, nu moeten we natuurlijk ook nog daadwerkelijk een boekje erin stoppen met een kleine uitleg. Anders snapt Justin niet waarom er in één keer een tank, een helikopter en twee voertuigen voor zijn deur staan. En het één groot oorlogsveld is geworden hier. Dus of Justin heeft er een, of ik moet er een maken. Of ik moet even naar Marktplaats gaan en kijken of ze verkocht worden. Hij heeft een inktzakje, maar niet de rest. Oké, laten we even kijken of we op Marktplaats iets kunnen kopen. En daarvoor moeten we natuurlijk naar de spanners. Zijn hier mensen lekker, weet ik veel wat, aan het doen. Meneer Marktplaatsverkoper, wat heb jij? Heb jij een boek en quill voor mij toevallig? Je hebt wel een boekje. Waarom verkopen mensen zo belachelijk veel boeken? Dure boeken bedoel ik. Even kijken hoor. Nope, dan moeten we maar naar huis gaan. Ik heb letterlijk één veer nodig. Meer niet. Een veer. Heb ik niet eens een veer? Ik ga gewoon een kip slachten in mijn tuin. Ik weet dat ik volgens mij twee kippen heb en eentje zou genoeg zijn dus. Ik heb daar water geplaatst voor de schildpad. Dan kunnen we even naar beneden springen. Heb ik meer dan één kip? Het zijn er drie zelfs. Eentje gaat sneuvelen. Oh mijn god, ze zijn alle drie dood. Ik dacht, het zijn er drie. Als ik er sla, dan gaat er maar eentje dood. Maar nee, ze gaan gelijk allemaal dood. Oh man, nu moet ik nieuwe kippen regelen. Dat waren mijn enige kippen die ik... Waarom sla ik ze nou alle drie in één keer dood? Ik dacht dat ik er maar eentje dood zou slaan. Dit was echt overbodig. Dit sneuvelen, niet nodig. We hebben in ieder geval een boek en quill. Dat is wat belangrijk is. Goed, dan gaan wij even in het legervoertuigje zitten hier zo. Hoppakee, dan gaan we zitten en dan gaan we schrijven. Oké, ik denk dat het wel goed is. Beste oranje shirtgast, oftewel Justin. Jij krijgt bij deze 3 dagen de tijd om jezelf bekend te maken en je te melden bij het Walnut hoofdkwartier. Doe je dit niet, dan zal mijn enorm sterke leger dat zich hier heeft gevestigd, of dat zich hier gevestigd heeft, jou vernietigen. Ik ben bloedserieus. De oorlog tussen mij en Stinkgoor zal even moeten wachten. Want jij, we gaan het even benadrukken, want jij, comma, hebt ons, puntje puntje, bepiepeld. Met vriendelijke groet, Walnootje. Gaan we signen, bepiepeld, noemen we hem ook gewoon. Oh, dan staan we op uit onze truck, dan plaatsen we het bordje... Of het bordje, het boekje plaatsen we hierin. Hoppakee, bepiepeld plaatsen we erin. Justin, ik hoop dat je bang bent, want ik heb een leger outfit en ik ben niet bang om hem aan te trekken. Oké, jongens, ik vind het wel weer mooi geweest hier. We hebben wel weer genoeg bij Justin allemaal gedaan. Een mooie tank is gebouwd, een helikopter, 2 trucks zijn neergezet. We hebben overal een beetje van die barrières geplaatst, zodat hij echt... ik hoop dat hij echt bang wordt. We gaan hem gewoon echt aanvallen. We gaan Justin echt aanvallen. De geheime wapendealer. Oh, dit werkt nog wel, jongens. Oh, mijn god, dit werkt wel. Wacht. We gaan erin. Let op. Kijk zo. En dan moet ik als het goed is snel doorrennen. Oh, ik dacht dat het afgesloten was vorige aflevering. Maar hij is wel open. Hier, dan gaat hij open. En dan komen we in zijn geheime wapenkamer. Dus we zouden stiekem wel zijn parking kunnen. Zou die er zijn? Als we even hier naar binnen gaan. Hier even stiekem naar binnen. Oh, zo gaan. Is hij aanwezig? Hallo? Justin? Oh, ik zie dat hij zijn park heeft uitgevoerd. Weet je, nee. We gaan er nu niet in. Hij heeft het afgesloten. Niet voor niks.
Dit komen we later wel achter, jongens. Ik kan wel helemaal nu gaan bespioneren in zijn park en zo. Maar ik heb gewoon daadwerkelijk een leger buiten gezet. En dat is veel beter dan bespioneren. Dag, vriend. Dag, iets. Dit Skyline. Tot de volgende keer. Jongens, wat een productieve dag. Ik ben letterlijk van 's ochtends tot 's avonds bezig geweest. Vooral door deze brug eigenlijk. Nou, trouwens, het viel ook mee. Ik heb ook veel andere dingen tussendoor gedaan. Dus eigenlijk viel het wel mee. Maar evengoed is het al een hele productieve dag geweest. Deze hele brug is gebouwd. We hebben een leger bij Justin neergezet. Het plein hiervoor is eindelijk een beetje opgefleurd. In plaats van dat het alleen maar gras is, ziet het er nu gewoon leuker uit. Ik ben helemaal tevreden. Ik wil één ding doen. Ik wil even van boven kijken hoe de brug eruit ziet. Althans, waarschijnlijk gaat de render distance niet alles laten zien, omdat het net te ver is. Maar evengoed wil ik even weten hoe het er van boven uitziet. En het ziet er... Ja, dat is precies al wat ik dacht. De render distance kan niet verder dan dat gaan. Helaas, maar maakt niet uit. Vanaf hier ziet het er gewoon prima uit. Het ziet er goed uit. Het ziet er zelfs zo goed uit, jongens. Dat we hier ook de video gaan afsluiten. Jongens, dank jullie wel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Nogmaals bedankt voor de 300.000 abonnees. We hebben het eindelijk gehaald. Althans, eindelijk. Het is behoorlijk snel gegaan. Wil je nou ook lekker op deze Minecraft-server spelen? Dan kan dat. Jullie kunnen gewoon allemaal gezellig meedoen met dit IP. play.contentveen.nl. En speel je nou op de Bedrock Editie, kan je met 26006 kan je ook meedoen. En dan ga ik nu nog een keer mijn hand opsteken. Want je moet ook even deze video kijken. Het is een hele leuke video. Gewoon even doen. Gewoon even kijken. Gewoon even liken. Doe nou gewoon eventjes. En nu spreek ik laat glaasje water op 4 flesje bier. Tot de volgende keer. Bum, 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 bum.